ieder kind die opgevoed wordt, die verdient een gezin en een omgeving waarin er liefde is. Waarin je het gevoel hebt dat je het belangrijkste bent voor de ouders. Project Comeback is in Helmond met een live skill sessie van niemand minder dan top judoka Roy Meijer. Al van jongs af aan was het vaak zo dat er bij mij thuis problemen waren. Er was nooit genoeg geld. Maar de echt moeilijke dingen waren toch wel dat mijn vader vaak losse handjes had. Dus als hij iets niet kon oplossen of iets niet begreep, dan sloeg hij mijn moeder. En ook mij en mijn zus regelmatig. En dan hebben we het niet over even een gooi met een sleutelbos of een slipper. Dat was echt flink slaan. En soms zelfs een honkbalknuppel erbij pakken om de ander pijn te doen. Ik als jong kind had altijd heel veel energie. Ik was altijd heel erg blij, ondanks dat het moeilijk was. En dat in combinatie met de verdriet en de moeilijkheden die ik thuis had, zorgde ervoor dat ik op scholen vaak als vervelend werd ervaren. Ik was heel druk. Ik kon me niet goed op de les concentreren. Dat is iets wat eigenlijk nooit echt in mij gezeten heeft. Ik ben iemand die moet doen, die moet werken. En toen waren ze op zoek naar een oplossing van hoe kan dat nou dat dit zo is, dat hij zich niet kan concentreren een half uurtje in de les. Uiteindelijk ben ik onderzocht door psychologen, psychiaters om te kijken wat er dan met me aan de hand zou zijn. Ik heb diagnoses gekregen dat ik ADHD extreem heb, een lichte vorm van autisme. Dat heb ik als een rugzakje altijd om me heen gehad. Ik weet nog als ik naar een andere school ging, dat het niet zo was dat de leraren keken van, oh, die Roy Meijer, hoe zit dat nou? Nee, wat ze dan als eerste kregen is een dossier, Roy Meijer. ADHD, lichte vorm van autisme, gedraagt zich niet in zijn klas. En ik voelde altijd al wel een beetje dat als ik in de klas kwam, dat ik dan als die jongen met problemen, dat er zo naar mij gekeken werd. En op een gegeven moment voelde ik me ook niet echt prettig. Ik voelde mij niet echt gezien, want ik ben meer dan alleen een diagnose of een probleemgeval. Er zat veel meer in mij, maar ik had in zo'n kwetsbare periode wel de mensen nodig die dat in mij konden zien. Want als jij gezien wordt voor wie je bent en van wat jij kan, dan krijg jij de kans en de ruimte om dat ook echt te laten zien. Maar op het moment dat jij in een omgeving zit waarin dat niet gezien wordt, dan wordt het moeilijker voor je. Niet onmogelijk, maar moeilijker voor je. Ik ben toen gaan judo en toen bleek dat ik als kind al heel erg sterk was. Ik kon bijna iedereen op hun rug gooien. En dat was eigenlijk de eerste ervaring dat ik echt het gevoel had van, hey, er is iets wat ik goed kan. Er is iets waar ik heel veel positieve reacties op krijg. In plaats van alleen maar wat kan hij niet en wat doet hij fout. Dat is een van de herinneringen die me nog heel sterk is bijgebleven. En daar ontmoette ik ook mijn oude judoleraar Wim Kobbe. Hij was zo iemand die meer zag dan alleen maar een probleem. Mijn ouders zouden zeggen van ja, Roy heeft een beetje. Hij zei, ik wil het niet weten. Ik zeg zo, ik zie kinderen zoals ik ze zie en niet zoals ik te horen krijg hoe zij in elkaar zitten. Die ervaring met die judoleraar is voor mij een voorbeeld dat er mensen in je leven zijn die jou net op het moment dat je denkt dat het niet meer gaat, die ervoor zorgen dat je net je hoofd even boven water kan houden. En dat zijn de belangrijkste, als je terugdenkt, en uiteindelijk de belangrijkste momenten die in jouw leven voor de grootste veranderingen zorgen, maar ook voor de meest positieve ervaringen die je in de rest van je leven meeneemt. Tijdens de sessie deelde Roy een aantal tips hoe je terug kunt komen na een tegenslag. Het kan altijd veel erger. En op het moment dat jij in je hoofd alleen maar voeding gaat geven, gaat zeggen van dit is slecht, dan wordt het probleem zo groot. En dan verlies je eigenlijk de controle over je eigen leven en je eigen gevoel. Dus hoe jij met dingen omgaat, dat bepaalt voor jouzelf vaak ook of jij er eigen toe kan staan om je gelukkig te voelen, om je blij te voelen in het leven. Het maakt niet uit wat komen gaat. En ik kan pijn hebben en ik kan verdriet hebben. Ik weet dat ik altijd het beste beentje voor zal zetten en er iets moois van zal proberen te maken. Ben je nou benieuwd naar comeback-verhalen van andere topsporters? Houd dan onze socials in de gaten of check de website.